De coronamaatregelen duren in Nederland in ieder geval tot 20 mei. En in Oostenrijk gaat vandaag een versoepeling in. Ja, dat betekent onder andere dat mensen met maximaal 10 mensen bij elkaar mogen komen. Eerder werd al bekendgemaakt dat restaurants en cafés vanaf 15 mei weer open mogen. We praten erover met Almeerder Hugo van Doorn, die tegenwoordig in Wenen woont. Groetkot, Hugo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang woon je al in Oostenrijk? Ik woon sinds 2009 in Oostenrijk. Oké, en wat doe je daar? Ja, nou, ik ben als Erasmus-student naar Oostenrijk gekomen, omdat ik heel graag wilde studeren aan de universiteit waar Sigmund Freud heeft rondgelopen. Ik ben opleidingspsycholoog en werk voor het Oostenrijkse equivalent van het NCOI. Oké, maar nu vanuit huis neem ik aan, want je kan geen kant op. En nu vanuit huis. Ja, wij zitten sinds 16 maart zitten wij in home office. Oké, en wij is? Wij is ik en mijn vrouw. Juist. Is het nog een beetje uithouden met elkaar? Ja, dat is uitstekend uit te houden. We hebben het geluk dat we een hele ruime woning hebben waar we ons heel erg thuis voelen. Dus dat is op zich wel lekker. Oh, dus je hoeft elkaar ook niet tegen te komen als je er even geen zin in hebt? Nee, we hoeven elkaar ook niet tegen te komen. Nee, we hebben meerdere kamers, dus dat is makkelijk. Ja. Ja. Jolinde zei het al, vandaag worden de maatregelen bij jullie in Oostenrijk wat versoepeld. Eventjes ja. Tot vandaag, wat mocht je tot gisteren niet? Ja. Nou ja, er was een oproep vanuit de regering gekomen dat iedereen zoveel mogelijk thuis moest werken en ook thuis moest blijven. Dit is ook in de laatste versoepeling, bleef dit van kracht. Het enige wat we konden doen waren boodschappen doen, naar een apotheek en je auto vol tanken. Die drie dingen waren, ja, dat zijn ook de belangrijkste dingen. Die drie dingen, dat staat op mijn speaklijstje. En als je niet aan de regels hield, dan kon je een boete krijgen van tot €3.500. Zo. Ja. Hoe merk je de coronacrisis daar in Oostenrijk? Je zei het al, je moet binnen blijven. Maar bekende, vrienden, zijn er mensen ziek geworden? Wat kan je daarvan vertellen? Wij hebben gelukkig niemand die ziek is geworden. Ik ken wel mensen die getroffen zijn door de crisis, want zij hebben een werktijdverkorting gekregen. Dat betekent dat zij nu maar drie uur per week werken en dat tot midden juni zelfs. Zo, maar en ik heb het geluk dat ik gewoon krijg doorbetaald. Juist, maar springt de overheid ook bij, zoals hier gebeurt? Oh, okay. Ja, de overheid die springt bij, ja. Juist. Dat is natuurlijk wel fijn. Ja, maar goed, vandaag dus die versoepeling, blij mee, denk ik? Ja, vandaag wordt het, ik zie uit naar vandaag in ieder geval. Ik ben heel benieuwd, de regel is nog steeds dat je ten alle tijde 1 meter afstand moet houden. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken. Ik heb jullie foto's gestuurd van het Donaukanaal, dat is bij ons om de hoek. En daar waren wij vorige week met de hond eventjes lopen om 5 uur 's middags. Nou, daar was niks te merken van een coronacrisis. Zo druk? Ja, zo druk was het. Het enige wat je ziet is dat de restaurants dicht zijn en de horeca die dicht zit. Maar verder waren er gewoon ongelooflijk veel mensen. Ja. Ja, we laten hem nu ook even zien. De foto die je gestuurd hebt, inderdaad. Mm-hmm. Ja, dat krijg je natuurlijk toch ook sneller, hè, met dat mooie weer. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk heel lastig als je 1,8 miljoen mensen die hier in Wenen wonen verplicht thuis laat blijven. Ja, even wat anders, Hugo. Mm-hmm. Jullie zitten in Oostenrijk natuurlijk vrij dicht bij Italië. Dat was een echte brandhaard wat betreft de corona-uitbraken. Mm-hmm. Wat hebben jullie daarvan gemerkt? Ja. Nou, we hebben natuurlijk het nieuws gevolgd in Italië. En we hebben natuurlijk ook gezien, in Italië gaat het helemaal mis. En de Oostenrijkse regering was hier gewoon heel slim en heeft gewoon gezegd, zo, wij wachten niet langer en wij gooi de hele boel op slot. Oostenrijk was echt in een totale lockdown. En nu na 7-8 weken beginnen dan echt de eerste versoepelingen dan. Ja, en worden jullie een beetje op de hoogte gehouden ook door de regering met cijfers, dat het de goede kant uitgaat? Ja, inderdaad. Er was een hele mooie grafiek te zien op de site van de Oostenrijkse NOS. En daar sinds 3 weken was daar ook de curve te zien van het aantal mensen dat weer gezond werd. Dus het aantal zieken dat werd steeds minder. En op het moment is die grafiek zelfs al weg.
Want er zijn actueel minder dan 2000 zieken. Oh, kijk. Zeg, die versoepeling dus vandaag, dat betekent onder andere dat je met maximaal 10 mensen weer bij elkaar mag komen. Wat ga jij doen? Mm-hmm. Ga je meteen een feestje geven of vrienden uitnodigen voor te eten? Wij gaan geen feestje geven, maar het komt wel gelegen. Want de opa van mijn vrouw, die is 90 geworden vorige week. Gefeliciteerd. En dat betekent dat we dat in een heel in een kleine omgeving heel bescheiden vieren. Dus we mogen in ieder geval weer op bezoek. We gaan naar binnen met mondkapjes. We houden genoeg afstand, want ja, met 90 ben je gewoon een risicogroep. Zeker, ja. En het is belangrijk dat we dat wat we de afgelopen maanden hebben gedaan, dat we dat gewoon blijven doen. Ja, mag ik zeggen dat zeker mensen in Wenen, vooral jij niet onder natuurlijk, hè, maar staan een beetje bekend als mopperkonten. Is er de afgelopen periode ja, dat klopt. Ja, is er de afgelopen periode ook heel wat afgemopperd of viel het nog een beetje mee? Het viel op zich wel mee, maar wat wel zo is dat mensen in Wenen, als zij het gevoel hebben dat je er dichtbij komt, dan zeggen ze dat meteen. En gaat dat op een vriendelijke manier dan, of dat niet? Nee, niet echt. Nee, nee? Dan is het echt, schiet op aan de andere kant van de straat jij. Oh, zo. Nou ja, het is wel duidelijkheid, toch? Weten waar we toe zijn. Inderdaad. En daarom, inderdaad. En daarom zijn er ook wat minder coronadoden natuurlijk. Want de duidelijkheid is gewoon heel aanwezig. Hugo van Doorn, vanuit Oostenrijk, dank je wel. Ik wens jou graag gedaan. Heel veel sterkte nog de komende tijd. Let goed op jezelf, op je vrouw en op de opa van je vrouw. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Jullie ook. Pas goed op elkaar. Oké, dag Hugo. Doei. Hoi. Hugo van Doorn vanuit Oostenrijk was dat.